Yes. Down? Nou, de tentoonstelling in het Historisch Museum Rotterdam heet Bloedmooi. Onze dubieuze relatie met het dier. Ja, ik vind het geweldig. Ja. Het is zo, je kijkt je ogen uit. Hè. Het is allemaal zo zorgvuldig gedaan. Ja, heel mooi. We zijn er heel erg blij mee, want het is ook een hele, hele bijzondere tentoonstelling. De kwaliteit is heel hoog en ja, het zet je echt aan het denken. Je komt er niet hetzelfde uit als je erin gaat. Hier zitten we in de Ivoorzaal en hier zie je iets wat wel heel, eigenlijk ook een beetje schokkend is. Het is een paraplupak gemaakt van een olifantenpoot. En de olifant is nog geschoten door prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina. Die hield nogal van jagers en bijnaam was ook Zwijn en Heintje. En de vuilnisbak van de olifantenpoot komt ook uit het Loo. We hebben hier de jachtzaal en daar zijn allemaal dingen te maken met jagen. En wat wel eigenaardig is, is dit hertenkopje. Want die heeft hondentanden en hondenogen. En dat is een grapje van de preparateur. Die heeft de twee dieren gemengd. Ik vind het, is dat opgezet? Dat is een echt paard. Dat is een echt paard, hè? Dat is wel mooi. Deze dingen worden gemaakt omdat er een markt voor is. En ja, dat zie je ook met Bond. Dat was voor de jaren 60 was dat de droom van elke vrouw. En nu zal niemand het bijna meer in zijn hoofd halen om nog Bond te kopen in Nederland. Ja, ik heb zelf ook vroeger Bond gehad, want ik was zo op kleding ook. Ze zei altijd, joh, je had in de mode moeten gaan. Maar ik heb al die bondjassen, dat zag je hier niet meer. En toen heb ik ze allemaal weggedaan naar Polen. Ik heb er niks meer voor gehad. Ik had een vossen jas, een Persianenjas. Ja, wat is, ja, Bond. Mensen dragen ook leer, dus wat is het verschil? Maar ja, moet je luisteren, mijn dochter was er altijd vreselijk op tegen, want ja. Die is zo met dieren, maar die vond het schandalig. Ja, je merkt ook aan mensen dat hoe dichterbij het komt, hoe erger ze het vinden. En hier zit een hoek met de katten, wat ik zelf heel erg vind, want ik heb 4 katten. En er zit onder andere een kunstwerk hier met 2 opgezette katten die vechten om een Chanel parfumflesje. Kleding voor kleine katjes. De handtas die is gemaakt van de eigen kat van kunstenaar Tinkerbell, Pinkeltje genaamd. En Pookie, een licht ademend opgezet poesje. Ja, zelf raakt me dat heel erg en dat geeft wel te denken, want blijkbaar zijn we ook... vinden we sommige dieren liever dan andere. En dat merk je deze tentoonstelling ook heel erg. Wat ik zelf het meest luguber vind, en dat zegt ook weer wat eigenlijk over mij en over mensen, zijn de stukken die gemaakt zijn van huiskatten. Omdat ik zelf dus katten heb en dan komt het opeens heel dichtbij. Dus dat laat ook mijn eigen hypocrisie eigenlijk weer zien. Met dit zie je het echt, dat het eigenlijk allemaal heel mooi is, maar eigenlijk onnozel. Ja, waarom zou je een slang slachten om zelf een mooi tasje te hebben? Dat bedoel ik. Ja, het museum laat dat open. De tentoonstelling heeft geen vingertje en geen oordeel. Het laat gewoon dingen zien zoals ze waren, zoals ze zijn. En dat is ook wat een historisch museum moet doen. Het laat gewoon de situatie zien. En wat wij daar persoonlijk van vinden heeft daar niets mee te maken. Dat laat gewoon aan de mensen zelf. Maar dat lijkt mij altijd het beste eigenlijk.